Hallo lieve stier, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 28, 11 juli tot en met 17 juli. Het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen, haal er vooral uit wat je nodig hebt. We gaan eens kijken, lieve stier, naar jouw hoofdthema voor deze week. Het is tijd om het negatieve los te laten. Het is van belang dat je knopen gaat doorhakken, je blijft focussen op wat er wel goed gaat en wat je graag zou willen. We gaan eens kijken naar wat je verder deze week kan verwachten, lieve stier. Wat kan de stier deze week verwachten? Oké. Ja, het is vooral van belang dat je in gaat zien dat het geluk aan jouw kant staat. En ook al voelt het misschien een beetje negatief, weet dat je op de juiste weg zit. Je komt meer in balans, voor een aantal van jullie ook echt omtrent spiritualiteit. Maar ik merk vooral dat er meer balans komt op je eigen pad, lieve stier. En dat je wat meer, ja, de rust gaat vinden. Er komt een nieuw begin voor jou aan. Bepaalde situaties leveren niks op en daardoor ga jij knopen doorhakken. En laat je verleden niet tegenhouden en ga er vooral 100% voor. Je krijgt deze week ook wat meer waardering. Je gaat wat meer kijken naar je successen. En je bent eerlijk en betrouwbaar deze week. En ik zeg niet dat je dat nooit bent, maar ik merk dat je deze week daar wat meer kracht voor hebt om vooral in je eigen kracht te blijven staan en om dingen te gaan delen. Ja, en ook heb je een aantal dagen waarin het niet helemaal zo lekker gaat en wat emoties met zich mee zou kunnen brengen. Het is vooral van belang dat ja, dingen gaat vergeven om zo weer de blijdschap toe te kennen. Je bent nog zaken aan het helen. Lieve stier, we gaan eens kijken naar welke boodschap ik jou verder mag meegeven. Welke boodschap mag ik jou verder meegeven? Ja, geef met overgave en wees dankbaar. Dus ook al is het niet helemaal zoals het gaat, wees overal dankbaar voor waar je dankbaar voor kan zijn. Dankbaar dat er bijvoorbeeld eten op tafel staat. Dankbaar dat je de keuze hebt gemaakt waar je al heel lang over twijfelt. Dingen gaan ineens heel snel zodra je keuzes hebt gemaakt en dan staat er ineens een nieuw begin voor je. Dus ga vooral met de stroming mee en denk niet te veel na. Er zijn al plannen voor jou uitgeschreven, heb ik het idee. Dus het kan zo zijn dat je het idee hebt, ja, hoe lang zit ik hier nog in? Ja, ze zijn al echt wel bezig met de nieuwe stappen voor je. Je bent aan het groeien, je bent aan het bloeien. Geef jezelf de tijd. Lieve stieren, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Zo ja, laat het me vooral even weten. Wil je dit ook leren? Dat kan. 18 juli begint de cursus weer. En dan krijg je een mooi gratis kaartendek erbij. Naar keuze. En daarnaast krijg je ook ja, hele leuke lessen om verder te ontwikkelen. Het is vooral in de avond, dus wil je erbij zijn, geef je snel op. Verder kan je me vinden op Facebook, Instagram en op mijn website www.mediumdaphne.nl. Wil je nou een privé-reading? Ja, zoek een van die media's op en ik zou zeggen, stuur mij een bericht. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.